Ik doe het voor jou, hè? Hey. Ik doe het voor jou, hè? Ja. Even kijken, zitten ze recht?100 meter, 50 meter, 30 meter, start gevallen. Paarden zijn gestart voor de 4-jarige Mary Stakes en het is na de start aan de buitenzijde. Brit Newport die direct de leiding neemt. Brit Newport neemt een lengtevoorsprong. Aan de buitenzijde komt Bibi Barroso naar voren en in de derde positie volgt Over the Edge. De vierde plaats is voor Bucky's Girl en in vijfde stelling is het dan One in a Million. Arnold Mollema nestelt zich aan de staart van het veld. Duidelijke afstanden onderling tussen de paarden in de ganzenpas, zoals we dat dan altijd noemen. Achter elkaar en de komende paarden de rechte lijn voor de tribune. Vijf deelnemers die gaan zo dadelijk strijden in de finale fase om de felbegeerde eerste prijs in duidelijk 4-jarige Mary Stakes. En het is voor ons nog Brit Newport die het commando heeft. De dochter van Abano As, die heeft 3 lengte voorsprong. Op de tweede plaats is dan Bibi Barroso, de derde plaats Over the Edge. In vierde stelling nog altijd Bucky's Girl en de vijfde en laatste nog altijd One in a Million. Paarden komen zo dadelijk langs het finishbord nog met nog een ronde te gaan. En de situatie is eigenlijk nog onveranderd. Brit Newport is nog altijd de leidster. Brit Newport met Jesse Terborg een lengtevoorsprong op Hugo Langeweg junior met zijn Bibi Barroso. In derde positie, daarachter ligt nog altijd André Bakker met Over the Edge. De vierde plaats voor John de Leeuw met Bucky's Girl en Arnold Mollema en One in a Million. Sluiten nog altijd de rij, als we op dit moment de 1000 meter paal passeren. En op weg zijn aan de overzijde van de baan. En daar komt dan aan de buitenzijde Bibi Barroso. De favoriete neemt de leiding over. Hugo Langeweg junior gaat naar het front. Heeft een lengtevoorsprong genomen. Op de tweede plaats is het Brit Newport, die volgens nog geen antwoord heeft op deze tempoversnelling. En aan de buitenzijde zit ook Bucky's Girl na. Dat zijn de 3 best geplaatsten op dit ogenblik. Stal Mollema ligt nu voorlaatste en laatste. Middels Over the Edge en One in a Million. En het laantje van Jochems is gepasseerd. En we zijn einde overzijde, gaan nu de laatste bocht in. Met Bibi Barroso een lengte voorsprong. Op de tweede plaats is het dan Bucky's Girl. Daarachter in derde positie nog altijd Brit Newport met verder weg dan One in a Million. En Over the Edge, die weet zich nu in laatste stelling of de paarden in het hart van de laatste bocht zijn. Die laatste bocht uitkomen, de laatste rechte lijn gaan. En dan de eindsprint los kan komen, maar Bibi Barroso lijkt nog altijd
Bibi Barroso heeft het commando. Die heeft 2 lengte voorsprong, heeft 3 lengte voorsprong. Ja, het lijkt alweer de dag te worden van Hugo Langeweg junior. Hij mocht er al een paar turven en er gaat er weer eentje bij turven. Bibi Barroso heeft nu 3-4 lengte voorsprong genomen. Komt er nog tegenstand? Ik denk dat de tegenstand zelfs een verrekijker nodig heeft om de leidster te kunnen zien. Bibi Barroso, die gaat hier ogenschijnlijk heel gemakkelijk winnen. Zeer gemakkelijk. U mag applaudisseren, dames en heren. Dit is een kampioene. Dit is de Ken Worketin-dochter. Bibi Barroso met Hugo Langeweg junior op de tweede plaats over de edge. Goed af, propjes erin. Bijna een kleine demonstratie, lijkt het op. Ja, nou oké. Okay, nee. Ik ben natuurlijk om tegen moeilijke paarden te lopen. Maar het is gewoon de beste middag van de jaren, dus het is ook normaal. Grote pannen dit jaar, zoals dat dan heet? Ja, in principe wel. Misschien een klein beetje buitenland, maar sowieso ook veel verjaardagjes in Nederland. Fantastisch. Geniet ervan, dankjewel. De ereronde voor de winnaars van vanmiddag, Bibi Barroso en Hugo Langeweg junior. Ja.